heb nooit problemen met een cumshot of iets. Ik heb de meeste acteurs met wie ik samenwerk heb ik ook laten komen. Zowel man als vrouw, dat vind ik heel erg leuk. Nou, dus spagaat op iemands gezicht. Nee, gewoon. Wow, ik zag het wel gelijk voor me. Zelf voor porno betalen? Bijna niemand in Nederland doet dat, zolang er gratis porno is. Maar we vinden het wel belangrijk dat acteurs eerlijk betaald krijgen. En ook best shocking, de helft van de Nederlandse pornokijkers heeft wel eens porno gezien die voor hun gevoel niet helemaal in de haak was. Maar toch bekommeren we ons niet om de porno-industrie. Als je daar werkt, dan vraag je er toch een beetje om. Of dan had je maar een andere baan moeten kiezen, is een vaak gehoord argument. Hoog tijd om de vooroordelen over pornoacteurs de wereld uit te helpen. En te onderstrepen hoe belangrijk eerlijke porno is. En hoe kan ik dit nou allemaal beter doen dan door zelf een ethische pornofilm te maken? Voor een potje guilt-free masturberen. Er staan nu twee belangrijke dingen op de planning. Acteurs casten en de locatie vinden. Als kerstverse pornoproducent kan ik wel wat kennis van experts gebruiken. Voor de casting heb ik daarom de hulp ingeroepen van pornoproducenten Elise van Vlaanderen. Aan de slag. Ik heb één ding geleerd. We beginnen met levenworst. Met de worst. Dat is het beste. Deze pornokoningin van Vlaanderen strijdt al jaren voor eerlijke porno. In haar producties, die vrijwel alleen te zien zijn tegen betaling, staat vrouwvriendelijkheid en echt genot voorop. Met ruim 100 films op haar naam weet zij als geen ander waar je op moet letten bij een pornocasting. Het is mijn castingdag. Hoe gaat zo'n dag in zijn werk? Hoe ik het doe? Ja. Ja, bij mij is het iets anders. Dus als ik mannen cast, als we mannen laten casten, is het eigenlijk een mini-gangbang. Dan doe ik een oproepje online. Welke mannen melden zich aan? Dan selecteer ik eerst via e-mail op het eerste zicht, op de foto. Een beetje mijn eigen gevoel volgen. Hun motivatie, waarom willen porno doen? Hè, waarom jullie voor de camera komen. En dan komen ze op een dag allemaal samen. En dan mogen ze gewoon hun ding doen voor de camera. Oh, dat is wel wat heftig. Anders dan hoe we dit nu Jawel, het is heel anders. Ja. En waarom kies jij die aanpak? Want dan is dus gewoon de casting is gelijk gewoon vop erin. Ja, maar dat is toch de bedoeling van porno maken. En dan weet ik, als ze die casting kunnen uit mijn ervaring, als ze dat kunnen, de casting met meerdere mannen rondom hun, dan weet ik van, oké, dan kunnen ze makkelijk een op eentje of een triootje. Ja. Het probleem is met mannen, die hebben allemaal een hele grote mond. Die melden hun aan. Ik krijg echt dagelijks heel veel aanmeldingen. Tot op het moment dat ze moeten komen en dan hebben ze gewoon allemaal schrik en komt er niemand. Maar is het heel ongebruikelijk wat ik dan vandaag ga doen? Het sluit grotendeels een klein beetje aan hoe dat ik het doe, maar ik doe geen live gesprekken of zo. Ja, toch vond ik het wel belangrijk om dat te doen, omdat ik de acteurs en actrices nog helemaal niet ken. Dus voilà, en ja, ik wil wel echt weten dat ze het echt willen en dat ze er zin in hebben. En ik vind het ook leuk om de film een beetje in te delen op wat zij leuk vinden en waar ze van houden. Ja, oké. En wat zijn dan, denk je, een beetje de dingen waar ik op kan letten bij ze? Of waar ik naar kan vragen? Waar ze van houden. Waarom willen ze het doen? Hè? Waarom willen ze voor de camera komen, porno maken? Dat is misschien interessant. Ja. Wacht, ik pak even mijn boekje, want dat is een goede vraag. Waarom doe je dit werk graag? Waarom wil je het doen? Of wat triggert jou om porno te maken? Ja, dat is een goeie. En ik dacht nog één ding, van ik kan wel leuk allemaal dingen vragen, maar hoe weet ik of het oprecht is wat ze zeggen? Je ziet dat wel. Je voelt de manier als iemand iets oprecht meent, je voelt dat gewoon, de manier waarop dat ze erover praten, je voelt die passie, ze straalt dat gewoon uit. Ja. Kijk gewoon naar die blik in hun ogen, als ze vertellen over porno, dan weet je het wel. Nou, de vragen hebben we. Ze staan al te wachten, in de wachtruimte. En de levenworst is klaar, dus zullen we? Ja, okay. Goed, succes. Ja, dank je. En ik ben blij dat je naast me zit. Ja. Omdat het mijn eerste pornofilm is, wil ik wel echt acteurs met ervaring, zodat zij mij op weg kunnen helpen. Uit een hoop aanmeldingen zijn dit de laatste 6 kandidaten. Uiteindelijk zal ik er 3 kiezen om mijn film mee te maken. Hallo, ik ben Jurre. Ga lekker zitten. Fijn dat je er bent. Eerst even de vraag of je iets over jezelf kan vertellen en waarom je een beetje met dit werk ben begonnen.
Eerst ben ik begonnen met TikTok. En dan vroegen mensen achter OnlyFans dat ik OnlyFans gaan doen. Daarvoor deed ik modellenwerk. En door die foto's op Instagram benaderde een pornproductie mij uit Berlijn. 5 jaar geleden toen ik met mijn man samenkwam, toen stuurde ik hem natuurlijk allemaal foto's en filmpjes. En hij zei van, schat, moet je het niet een keer gaan verkopen? Je hebt er zoveel. Ik zei echt van, ben je daar oké mee? Vind je dat goed? Ik zat al een tijdje op OnlyFans. En daar deed ik voornamelijk fotoshoots, echt naar de erotiek. En toen ben ik heel gracieus meer poes gaan tonen en meer dingetjes doen en toch video's maken, want ik vond het toch wel spannend. Ik had altijd al gevonden. Ja, het was eerder gewoon een roeping voor mij. Ik ben altijd al heel seksueel actief geweest. Toen heb ik ja gezegd en toen ben ik daarheen gegaan. Beste ervaring van mijn leven gehad. Ja? Ja. Dus ben ik gewoon begonnen met online content verkopen en dat is toen gaan lopen. En vanuit daar ook bij Elise Brandt toen films gaan doen. Ik had zoiets van, weet je wat, ik vind het leuk, waarom niet? Waarom zit er ook eigenlijk zo'n stigma op seks? Dus ik had zoiets van, nou, we gaan dit gewoon doen. Kijken hoe ik het vind. En ik vond het fantastisch en sindsdien ben ik eigenlijk niet meer weg te slaan, hè? Intussen hebben we op de redactie ook niet stilgezeten. Want met alleen acteurs heb je nog geen film. Dan komt nu de draailocatie. En ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. Want in principe kan ik denk ik binnen een minuut een draailocatie vinden als ik zeg dat het voor BNNVARA is. Maar we maken een ethische pornofilm en daarbij is het ook belangrijk om transparant te zijn. Dus ik moet echt uitleggen wat we gaan draaien. En misschien gaat dat toch wel een dingetje zijn. En wat wel een ding is, is dat deze locatie aan best wel wat dingen moet voldoen. Namelijk, er moet een douche zijn. Het moet groot genoeg zijn voor een crew van 10 mensen. Je moet er kunnen parkeren. Het moet kunnen op de datum. Het moet er warm genoeg zijn binnen. Laten we gewoon beginnen bij mijn meest perfecte scenario. En dat is een heel mooi kasteel. Hi, goedemiddag met Jurre Geluk van BNNVARA. Wij zijn eigenlijk bezig voor een productie. En daarvoor zijn we nog op zoek naar een locatie. Ik heb wel al de muziek voor de film. Ik denk dat onze marketingman echt geïnteresseerd is. Mag ik even doorverbinden? Ja, tuurlijk, graag. Ja, ze is super enthousiast, maar ze weet totaal nog niet waar het voor is. Goedemiddag, van Boudewijn. Hey, goedemiddag. Ik spreek met Anouk. Ik had even een vraagje, want we zijn namelijk op zoek naar een locatie voor ons om een productie te draaien. Het zou gaan om het draaien van een pornofilm, maar dan een ethische pornofilm. Cool. Oké. Okay. Ja, nee. Ik had graag heel ja gezegd, maar ik denk even niet dat wij ons als wat we toch ook stiekem zijn, niet snel met een pornofilm willen associëren. Ik verwacht niet dat het helemaal ons eigen verhaal ondersteunt. Nou, een andere locatie. Ik zou ook wel iets van een spookhuis of zo zou ik spannend vinden. Ja, en als ik eens wel gewoon zoek op sekslocaties. Is dat raar? Van wat voor seks hou je? Wil die dominante persoon, dan ben ik dominant. Wil die een softe persoon, dan ben ik heel veel soft. Nou ja, ik ben bi, dus ja, sowieso girl, girl, boy, girl vind ik heel erg leuk. Ik ben wel dominant. Ja? Ja. Oh, kijk, jij inderdaad. Nu zie ik een kans van je. Sowieso meer dominant. Oh ja, dat zeg je ook heel stellig. Ja. Ik doe films eigenlijk alleen met vrouwen. Dat vind ik gewoon zelf het prettigste. Snel of solo of met een andere vrouw erbij. Ik kan heel erg genieten van echt een dominant iemand die de leiding neemt. En dan laat ik me ook gaan. Of ik ben juist een beetje tegendraads. Dat vind ik af en toe ook wel leuk. Ja, ik heb hier dus de hele tijd specialiteit staan. Maar dat is zo'n raar woord. Hoe noem je dat? Nee, vraag maar. Ja. Wat zijn uw sterke kanten? Wat zijn je sterke kanten in de seks? Wat zie je jezelf graag doen? Ik heb wel een leuke babbel tijdens de scène. En ik ben gewoon heel relaxed. Ik zou zeggen dat ik heel erg hou van teasen. Ik heb nooit problemen met een cumshot of iets. Nou, de spagaat op iemands gezicht. Nee, wow, ik zag het wel gelijk voor me. Ik heb de meeste acteurs met wie ik samenwerk heb ik ook laten komen. Zowel man als vrouw, en dat vind ik heel erg leuk. Maar ik denk dat ik redelijk goed ben in het verleiden. Zowel in privé als op de camera, want ik vind dat dat ook heel mooi op beeld komt. Zo die sensualiteit, echt zo dat de twee mensen elkaar echt willen, of drie of vier, whatever. Ik denk dat dat mijn sterkste kant is om die echte passie en lust naar boven te brengen op beeld.
Nou, dat doe je nu al bij mij. Oh, my, ik vind je echt zo'n knappe man. Yeah. Oh, ik vind je ook knap. Ik dacht nog, daar toen ik binnenkwam, knapper in het echt. Echt? Ja, echt. Ik zat helemaal te twijfelen of ik het wel kon zeggen, want ik dacht, dan seksualiseer ik je misschien heel erg. Nee, dat maakt mij niet uit. Echt, ik ben een simpele mens. Ja, je maakt een hele mooie uitspraak. Oké, ja, dus dat verleiden vind je leuk. Zal ik eens kijken naar iets van een natuurhuisje? Ja, of gewoon een soort van heel dik hotel. Hey, wat is een beetje een soort van het meest heftig luxe hotel van Amsterdam of zo? Nou, of nee, het hoeft niet Amsterdam te zijn. Het kan ook... Die aan de Amstel? Hotel. Yeah. We zijn echt een slimme redactie. I'm looking for a room and a little bit of a luxurious room to shoot a porn film. Ik weet niet of dit onderwerp of we daar ook mee of we dat ook willen doen. Unfortunately, I can't give you any room for it. And is it just about filming or also about the porn? Filming. That's actually the main reason. Ja. Dit is gewoon echt best wel lastig. En dat komt gewoon door het hele stigma wat erop zit. Dat er gewoon best wel veel dingen zijn die gelijk zeggen van... Nee, dat willen we niet. Ja, denken jullie dat het hier... Zou een optie B zijn hier op kantoor? Mag dat? Ja, dat is ook misschien wel heftig. Ja, voor mij wel. Maar ik zou dat wel aan de directie moeten vragen. Ja, ik weet niet of dat... Maar we maken al een pornofilm. En dan doen we het ook nog eens hier op de bureaus. Ja. Of we doen het juist op de stoel van de directie. Ja. Is wel geil. Ja, wel geil. Ja, jeetje. Maar dan moet ik Suzanne Kunstler gaan bellen of ze dat goed vindt. Ik denk dat Suzanne dat best wel oké vindt. Ik zou Suzanne wel bellen. Ja, waarom niet? Ja. Oké, ik ga gewoon even de directrice bellen. Suzanne Kunstler. Suzanne Kunstler. Kan u oproepen? Ik zie even een appje. Hey Suzanne. Ik denk dat we beginnen met een kasteel, dan wordt het een hotel en dan uiteindelijk is het een parkeerplaats wat ik gefixt krijg. Wacht, Suzanne Kunstler belt terug. Hou je van acteren? Vind je dat leuk of vind je dat niet leuk? Ja, maar het moet niet te zijn. Als het echt een super neppe, oh step bro, wat doe je nou? Ja, dat is echt niet mijn ding, daar kan ik echt niet stop met lachen. Postbode, brandweer, ja... Zijn fiction, maakt echt niet uit. Oh, echt joh? Ja. Ja, dat vind ik zeker leuk. Ik vind het ook helemaal niet vervelend om, als ik lines heb, om dat te onthouden of zo. Ik heb vroeger heel veel musicals gespeeld. Zoiets totaal anders, maar... Dus je kan ook zingen tijdens de seks? Ik kan het proberen, ik weet niet. A dear I want you in my... Oh, ja! Fantastisch. Maar acteren is zo een woord dat zo heel fake klinkt. En in zekere zin spelen wel een rolletje. Maar voor mij is het belangrijk dat ik mezelf blijf. Ja, zeker. Voor de porno heb ik ook al geacteerd, theaterproductie meegedraaid. Oh, kijk. Frankrijk startte vorig jaar een groot onderzoek naar misstanden in de porno-industrie. En de uitkomst was ronduit verschrikkelijk. In 90% van de films werd geweld gebruikt. Verkrachting, seks met minderjarigen en zelfs marteling kwam naar boven. Dit schudde de Nederlandse politiek wakker. En ook hier kwam zo'n groot onderzoek. De uitkomst geeft een beetje mixed feelings. Want gelukkig zijn er geen signalen van misstanden op Nederlandse pornosets. Maar het zijn er echt nul. Helemaal geen één. En dat is best vreemd in dit MeToo-tijdperk... waarin mannen bij bosjes worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Maar in de porno, waar pornoacteurs op hun meest kwetsbaar zijn... geen enkele melding. Er heerst een grote vorm van zelfregulering in de Nederlandse porno-industrie. Maar durven mensen dan wel hun mond open te trekken? Het onderzoek wees ook uit dat pornoacteurs niet gaan vallen onder een nieuwe wet... die andere sekswerkers wel gaat beschermen. Geen wettelijke bescherming dus tegen misstanden, uitbuiting of dwang in de porno. En daar zie ik nog wel ruimte voor verbetering, Den Haag. Ja, en zijn er dingen die je niet graag doet? Mannen dus. Mannen, staat genoteerd. Nou, niet dat er in mijn gezicht wordt geslagen of in mijn gezicht wordt gespuugd. Ik vind het anaal geven heel erg leuk, maar het krijgen ben ik gewoon echt een mietje mee. Ik hou niet van om vinger in mijn reet te hebben, laten we het zo zeggen. Ja. Ja.
Oké. Ik heb een goede indruk gekregen van iedereen en voor nu weet ik genoeg. Maar ik heb nog steeds geen locatie. Wacht, Suzanne Kunstler belt terug. Hey, hoi. Oh, thanks voor het terugbellen. Ik ben bezig met het regelen van een locatie voor mijn pornofilm. En ineens popte bij mij het idee omhoog. Hoe geil zou het zijn als we in jouw kantoortje een pornofilm kunnen opnemen? Dus in het kantoor van de directrice. Sta je daarvoor open? Mag dat? Ja, van mij veel hoor. Echt? Ja, ik zal nog eventjes checken aan de mensen of ik iets heel doms doe, zeg. Maar ik vind het niet zo erg. Maar het is wel jouw kantoor. Ja, maar ik hoef er toch niet bij te zijn? Nee, dat hoeft niet. Maar ik vind het namelijk wel een heel stout idee dat mensen dan op jouw bureautje doen. Ja, en dat wordt daarna wel schoongemaakt met een doekje. Ja, tuurlijk. Ja, ik heb er niet zo moeite mee, nee hoor. Nou, super. Oké, dat is echt goed om te weten. Want het zou dus wel gaan om 7 juni. Dus dat is volgende week woensdag. Dus dan moet je wel die dag even flexwerken als je dat niet erg vindt. Ja, dan ben ik al aan het flexwerken. Oh. Dus dat is prima. Oké, nou toppie. Oké, dan houden we nog contact. Helemaal goed. Oké. Doei. Ja, fantastisch. Wacht, even kijken. Stel dat we gaan voor het kantoor van de directrice. Groot genoeg voor 10 mensen. Ja, dat kan ook, denk ik wel. Even kijken, niet te ver. Parkeren. Ja, parkeren kan. Ik ben transparant geweest. Het kan op die datum. Het is warm genoeg. En het moet wel groot. Ja, is een bureau. Is dat groot genoeg? Ja, ze heeft een heel groot bureau daar. Oh, dat is die grote tafel. Ja, dat is die grote tafel. Dus daar kan je wel wat mee. Ja, gaan we dit doen? Oké. Die is snel in de pocket. We zijn meteen naar het kantoor gerend en we hebben even Suzanne teruggebeld om het toch nog even dubbel te checken. Doei! Nou, het mag, we hebben onze locatie. Nee, het zit al helemaal voor me dat hij hier dan straks iemand zit en dat hij zegt: Oké, je hebt een vast contract. Nu alleen nog de acteurs kiezen. Het waren goede gesprekken met alle 6, maar ik kan er maar 3 een rol geven in mijn film. Moeilijk, ja. Hè? Moeilijk, hè? Echt moeilijk. Wie spreekt het meeste aan? Bij wie had je het leukste gevoel? Ja, jeetje. Nou, bij Dominique. Ja, dan moet je wel aan. Dus je keus gemaakt, hè? Ja, maar even. Ik heb natuurlijk bedacht om een boy-girl en een girl-girl te doen. Ja, maar het liefste wil ik natuurlijk alles. Dat ik ook iets kan maken waar ook boy-boy in zit. Het is ook een optie, hè? Maar hoe dan? Hij is sowieso bi. Ik heb nog wel een leuke kerel. Ja? Ja. Dus jij denkt, dan kan ik hem kiezen. Ja. En dan doen we met Dominique een trio met een jongen en een meisje. Kunnen we doen, ja. Bifilm maken. Ja. Ja. En dan is dat 1 scène en dan een andere scène, meisje, meisje. Ja. Dat is wel leuk, want dan heb ik en hetero dingen en gay dingen. Ja, en dan spreek je gewoon ook een veel breder publiek aan, hè? Dan spreek ik iedereen aan, ja. Hopelijk. Oké, maar dan vind ik, want ik krijg bij Dominique zelf natuurlijk een heel goed gevoel. Maar het is dus ook voor de film goed, want er is veel vraag naar biedingen. Dus Dominique weten we zeker. Heb jij dus nog, denk je, een andere bieman? Maar dan moet ik dus bij dit trio nog een vrouw kiezen. Ja, ik denk inderdaad dat ik voor haar ga. En dan doe ik met hun het trio. Ik denk een hele goede keuze. Wat natuurlijk wel fijn is van hem, is dat hij dominant is. Ja. En dat zij ook onderdanig is. Ja, dat klopt. Dus zij kunnen heel goed samen. Ja. Het zijn natuurlijk alle 6 gewoon hele chille, leuke, sociale mensen. Maar toch krijg ik bij deze mensen echt een soort van vibe dat ik denk van... Oh ja, die zouden goed kunnen chillen samen. Nou, dan is nu de club rond. Na nog wel uitgebreid met Fabio te hebben gefacetimed om ook van hem een indruk te krijgen... heb ik nu echt mijn keuze gemaakt. Het is tijd... om een rondje te bellen. Hey Fabio, met Jurre. Hoi Dominique, met Jurre. Hoe is het met jou? Ja, goed. Ik ben dingetjes aan het voorbereiden voor mijn trouwerij. Oh, echt? Ga je trouwen? Ja. Of gaan jullie trouwen? En wanneer,
Oh, dinsdag! Oh my god, wat leuk! Gefeliciteerd! Ja, thanks! Ja, ik bel even naar aanleiding van de casting die je natuurlijk bij ons hebt gedaan. Als jij het ook leuk vindt, zou ik heel graag ook met jou een film willen maken. Oh, dat is super om te horen. Kei leuk! Ja! Nee, maar ja, oké, dank je. Kei blij. Ah, gelukkig. Zeker zien, ja. Wil je dat? Ja, heel graag, ja. Yes! Echt? Ja! Oh, maar dit is na je trouwdag. Kan dat wel? Ja, tuurlijk. Ja? Dat zou geweldig zijn. Ja, vind je dat leuk? Tuurlijk, eerlijk dat jij, ja, zeker. We hebben dus een locatie gefixt. En het is wel een beetje een bijzondere locatie. Maar het is namelijk op de directiekamer hier van BNNVARA. Dus op de stoel van de directrice. Oh my god, really? Ja. Ah, oh, leuke locatie, maar ja, onverwacht. Maar nee, klinkt wel leuk, ja. Maar ik denk ook dat het gewoon een lekkere plek is met een goed verhaal, weet je. Wie kan dat nou zeggen, dat ze gewoon in het kantoor van de directie hebben geneukt? De mensen van de directie waarschijnlijk. Heel veel plezier en succes natuurlijk met alle voorbereidingen voor de bruiloft. Maak er echt een onwijs mooie dag van en stuur me even een fotootje, hè. Doei! Doei! Nou, wat een toppers allemaal. De hele cast is binnen. 4 parels. En ze hebben er allemaal hartstikke zin in. Volgende week is het dan eindelijk zover. Ik ga mijn eigen ethische pornofilm draaien. Iedereen klaar? Neuken maar!